nu heeft Ocean dus zoveel wat ellende gezorgd. Het moet eigenlijk afgelopen worden. Want we moeten iets aan doen. Iets naars moet niet meer gebeuren. We hebben nog de tijd. Maar Ocean is gewoon te sterk van zijn supermacht. En de macht heeft hij nu overgenomen. Sinds al dit. Dus Ocean verovert wat in Europa. En dat moet veranderd worden. Het is al te laat. Ocean heeft gewonnen. Maar iets goeds was in 2037. Toen wij met z'n allen Ocean hadden verslagen. Oké. Iedereen gaat meedoen. Oké. Wilco, Ali, Levi en Gunn de Witte gaan nu samenwerken. En dus iets goeds was het. Het was een eigenlijk verrassing aanval. Dus Grote Mo bevrijden. Ze bevrijden de Grote Mo. En hebben ze ook de schade goed aangericht. Maar ze hebben het terugbetaald. En zelfs Ali valt eigenlijk dus de noorden van de sleutelstad van Kleine Mo. En dus hebben ze dus Levi ook bevrijd. Nu gaat iedereen meedoen om Ocean te verslaan. Jesse Kramer is weer terug. En iedereen gaat meedoen om deze rotzak Ocean te verslaan. Dus iedereen gaat meedoen. En zelfs Levi gaat ook meedoen. Dus Levi en Ali en Gunn de Witte en Wilco gaan samenwerken om Ocean te verslaan. En dus, het werkt. Maar Ocean heeft het een zo groot land dat we niet zo goed hebben voorbereid. En dus, het is gebeurd. In 2038 hebben we dus Kleine Mo bevrijd. En dat is goed nieuws. En dus, zo. En Jake is weer terug en dan vallen ze dus hem aan. Het grootste en de bedreigste Ocean moet eigenlijk gedood worden. En zelfs Erik wordt eigenlijk weer terug. Het is eigenlijk groot. En dus vooral is de overstand van Erik weer terug. Iedereen gaat meedoen. En dus Ocean wordt eigenlijk verslagen. En nu hebben ze verloren. En dit is ook gebeurd. Levi is ook bevrijd. En nu eindelijk, en Gurkham is ook bevrijd. Het grootste supermacht hebben dus gewonnen om oorlog aan te overwinnen. Overwinnelijk zijn we. En dus veroveren ze wat. En is ook gelukt om Ocean te verslaan. En nu eindelijk zover 2038 nu. En nu, 2039, wordt het nu een van de zwaarste gevechten. Het stad van Levi is zwaar gevechten uitgebroken.
Dus. Nou, nu wordt het eindelijk iets beter. Maar de Ocean gaat iets harder aanpakken. Hij gaat bommenwerpers afvuren. En nu hebben ze hem terugveroverd. En Jesse Kramer moet weer van de tweede keer de leger afgepakt worden. Maar hebben ze dus harde klappen teruggedeeld. En zelfs Levi wordt hard gepakt. Maar geallieerden hebben meer dingen. Ze kunnen wel aan. En dus. Ze proberen dus de landje te veroveren. Maar Ocean heeft dus wel echt verloren in de oorlog. Maar elke uur gaan ze in de gevechten zitten. Dus. Het is over. En nu gaan ze hard in de gevechten. En binnen no time is het daar eigenlijk zo snel verslagen. En eindelijk is het zover. Ocean gaat helemaal uitgeroeid worden. Dus sommige steden worden gevechten uitgebroken. Dus mensen zijn helemaal klaar mee. Alle provincies gaan meedoen om deze Ocean te verslaan. Zelfs het Duitse leger gaat mee vechten. Voor goede dingen. En ook goede wraak te nemen op deze. Om Ocean te verslaan is het een hele zware gevecht uitgebroken. Sommige Oceans worden hier krijgsgevangenen genoemd. En zelfs zo hard gepest. En dus, geen tijd te verliezen. Iedereen gaat meedoen. En nu is het over. Dus, dit is in 28 mei 2039. Op de laatste dag van 2040 vallen ze dit kan niet meemaken. En nu zover, eindelijk 2040. Al meer dan een heel lang oorlog hebben ze toch Ocean verloren. En de kleine provincies worden veroverd. En het 2 september, of ik bedoel 2 augustus 2040 vallen ze de Ocean, de hoofdstad van McDonald's. Het is een hel op aarde. En nu hebben ze de hoofdstad binnengevallen. En op 22 oktober 2040 geeft Ocean's over en werd het land verslagen. Al meer dan 20 jaar oorlog is het al voorbij. Nou, vind je dit video leuk? Liken en abonneren. Vergeet je niet de belletjes te zetten om geen upload te missen. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!